Ik wil naar de McDonald's. Ik wil naar de McDonald's. Stop nou een keer. Ik word helemaal gek van jou met je McDonald's. Waarom wil je zo graag naar de McDonald's? Ik wil chicken nuggets. Dennis, ben je niet zelf een kip? Nee, Alex. Het is een eendje. Hou er nou eens mee op. Sinds wanneer eet eenden kippen? Dat is toch raar? Ja. Maakt niet uit. Ik dacht dat jij een broodje lekker vond juist. Of een appeltje. Maar geen kip. Nou, oké. Een Happy Meal dan. Een Happy Meal. Oké, Dennis. Dan nemen we voor jou een Happy Meal mee. Ja. Er is alleen één klein probleempje. We zitten namelijk midden op zee. Ik denk niet dat we hier zo snel een McDonald's kunnen vinden, Dennis. Alex, mogen we dan onze eigen McDonald's bouwen? Dat is zo'n goed idee. Vandaag gaan Dennis en ik onze eigen McDonald's bouwen. En hiervoor hebben we allebei 15 minuten de tijd. En wie de mooiste McDonald's bouwt, wint. En dat bepalen jullie aan het einde van deze video. Klik op dat duimpje omhoog en op die abonneerknop hier beneden. Abonneren is namelijk gratis. En wie houdt er nou niet van gratis? En misschien krijg je dan ook wel een gratis hamburgertje. Je weet maar nooit. Ben je klaar om te verliezen, Dennis? Ben jij klaar om te verliezen, Alex? Ik ga winnen, Dennis. Dat weet je. Ik win altijd. Ik ga deze winnen. Ik ga deze winnen. Dennis, dat gaan we nog wel zien. We gaan namelijk beginnen in 3, 2, 1. Go, 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 go. Wat hebben we nodig voor een McDonald's? Oké, voor een McDonald's zie je ze altijd een soort van grijze blokken gebruiken. Lijkt het wel gray. Dat schrijf je met een A. Oké, laten we dit er dan bij pakken. En ze gebruiken altijd een soort van houtachtig iets. Dus laten we daarvoor dit erbij pakken. En natuurlijk hebben we ook geel nodig. Het logo van de McDonald's is natuurlijk altijd geel. Oh ja, en ze gebruiken groen. Maar dan een hele donkere groen. Ik denk dat het een beetje deze kleur groen is. Ja, dit is de perfecte kleur voor een McDonald's. En waar begint sowieso een McDonald's mee? Natuurlijk met een heel groot McDonald's bordje. Dus die maken we gewoon hier op deze manier mooi. Kijk, en dan moet hier zo meteen zo'n emmetje oppassen natuurlijk. Dus laten we dit maar zo maken. En dan gaan we de M maken van de McDonald's ook. Dennis gaat zo jaloers worden op mijn McDonald's. Kijk hoe goed dit er nu al uitziet. Dit is toch gewoon alles wat je moet hebben voor een McDonald's. Natuurlijk is er ook zo meteen een McDrive nodig. Dus laten we maar even wat slabs erbij pakken. En daarmee gaan we een beetje het weggetje maken naar de McDrive toe op deze manier. Dus dan gaan we hier zo rijden om het restaurant. En hier komt het parkeerterrein dan, denk ik. Ja, dat is top. Hier komt het andere weggetje zo. Ja, dit is perfect. En hier komt dan het parkeerterrein, denk ik. Ja, misschien moet hij nog een stukje naar achter het parkeerterrein. Ik weet het niet. Even kijken hoor. Hier doen we het weggetje gewoon tot daar. Het restaurant laten we wel hier een beetje beginnen. Of hier zo. We hebben namelijk eerst hier een bestelpaal nodig zometeen. En natuurlijk een mooi weggetje. Daarvoor hebben wij wat nodig. Namelijk zwart beton. Kijk, nu kunnen we namelijk de hele weg mooi in één keer zo maken. Dus we gaan dit gewoon overal zo veranderen. Voor de weg van onze mooie McDrive natuurlijk. Waar we zometeen lekker allemaal kipnuggetjes kunnen halen. Ik bedoel, wie wil er nou niet zijn eigen McDonald's? Dat zou toch top zijn? Het weggetje staat er tenminste. Laten we ook even het stoepje hier omheen mooi afmaken gelijk. Ja, dat is perfect. Hier kan een mooi terrasje komen zometeen. Maar nu moeten we het gebouw maken voor de McDonald's zelf. En hoe gaan we dit doen? Sowieso hebben we hier denk ik een luikje nodig. Met wat glas. Even kijken. Glas, glas, glas hebben we daar. Dan doen we dat daar. En dan doen we dit zo en zo. En dit doen we dan weer een mooi dakje op deze manier. Dit wordt het eerste bestelluikje. Daar kan je lekker betalen. En hier kan je dan vervolgens lekker je eten ophalen natuurlijk. Dat is ook altijd wel handig. Ik bedoel, je wil wel je eten hebben, al koop je het. Toch? Dat lijkt mij tenminste logisch. Dan doen we dit er nog bij. Zo, en dan kan je het daar ophalen. Dit is volgens mij ook echt alles wat we... Ah, misschien trouwens moet het ietsje meer naar voren. Anders wordt het een beetje moeilijk pinnen. Dus dan doen we gewoon zo en zo en zo. Die daar, die daar, die daar en die daar. En dan mag dit eventjes opgevuld worden. Ja, dit is perfect. Maar iedereen wil wel bij deze McDonald's wat kopen zometeen. Het is ook de bedoeling dat ik zometeen de meeste klanten ga krijgen natuurlijk in deze McDonald's. En niet Dennis. Dit ziet er tot nu toe tenminste al best wel nice uit als zie ik het zo. Dan zie je ook altijd bij de McDonald's volgens mij dat ze een soort randje eromheen hebben of zo. En er is altijd een soort schuin dakje volgens mij. Ik hoop dat ik mijn McDonald's game goed uit mijn hoofd weet. Is namelijk mijn place to be natuurlijk. Maar dit staat tenminste allemaal. Dit vind ik er best wel goed uitzien als een McDonald's. De muur die ertussen moet denk ik dan groen worden zo. En ja, dit ziet er wel uit als een McDonald's hoor. Kijk, dan pakken we er wat slabs bij. Dan pakken we er wat donkerdere slabs bij. Ik denk deze. Deze zijn echt perfect voor het dak. En dan gaan we die gewoon alvast hier zo plaatsen op deze manier. Ja, dit is helemaal perfect.
Deze McDonald's wordt zo vet. Dat is natuurlijk tenminste wel de bedoeling. Even kijken hoor. Dan hebben we hier grote ramen nodig zo. Dan doen we daar even wat quartz bij, denk ik. Ik denk dat dat wel nice kan zijn. En dan doen we de ramen hier mooi zo. Ja, dat is perfect. En daar nog een raampje zo op deze manier. Oh, die staat parkeerd. Hallo meneer het raam. Ga jij eens even goed staan? Oké, dit is top. Daar een paar raampjes. Daar een paar raampjes. Oh, ik ben er nu al zo blij mee met hoe het eruit ziet. En daar komt de deur van de McDonald's. Oké, dat is geregeld. Hier moet even wat tussen op deze manier. En dan moet hier vervolgens weer een mooi randje komen zo. Oh, deze staat alleen een stukje hoger. Een klein beetje omlaag alsjeblieft. Dank u wel. En die moet dan weer hier in de grond. Dan laten we dit even mooi alvast eroverheen lopen. Zodat het dakkie tenminste al helemaal... Of nee, trouwens, dit moet anders volgens mij. Ik denk dat dit meer zo moet bij de McDonald's. Lastig. Laten we het gewoon voor nu even zo maken. En dan komt er zo'n schuimdak op. Ja, dat is het beste, denk ik. Oh, dit wordt nu al zo vet. Het kan alleen wel even duren voordat dat hele dak af is op deze manier. Hoeveel tijd hebben we nog? Oh, we hebben nog 9 minuten. Oké, we hebben genoeg tijd ervoor. Oh, dit moet wel goed komen, zou je denken. Toch? Ik hoop het. Kijk, doen we die daar. Hetzelfde moeten we zo meteen doen aan de andere kant. En ik wil hier eigenlijk nog zo'n groot Mac-logootje tussen hebben. Ik weet... Ja, dat gaat niet passen trouwens. Dat is wel wat minder. Oké, hier moet dit sowieso weer zo komen. En dan doen we hem hier denk ik gewoon weer plat. Ja, dat is wel het beste. Ik denk dat we het McDonald's logo gewoon op het dak daadwerkelijk moeten zetten zo meteen. Maar hey, dat is ook niet al te erg. Dat ziet er denk ik ook gewoon netjes uit. Hier moeten we het meer mooi gaan connecten zo. Ja, dit is helemaal perfect. Dank u wel. Oh, we moeten dit wel snel doen trouwens natuurlijk. Zodat we goed aan de details kunnen werken. Daarop wil ik namelijk winnen zo meteen van Dennis. Ik kan namelijk gewoon dit niet verliezen. Ik bedoel, de beste McDonald's, die moet ik toch wel kunnen bouwen. Zou je denken. Even het hele dak opvullen zo. Dank u wel. Oh ja, en we hebben ook een keuken nodig natuurlijk. Die gaan we er ook in bouwen. Een balie. Oh, we moeten zoveel doen aan de inrichting zo meteen. Dat is niet normaal. Dus daarom moet gewoon het huisje ervan snel af zijn. Oké, dit staat tenminste allemaal. Kan er hier nog een McDonald's logo opkomen? Kan dat? Dat kan denk ik wel, hè? Ja, dat kan wel. Die daar en die zo. Ziet het er... Nah, het ziet er niet echt uit als een McDonald's logo. Ik heb een beter idee. Misschien dat we hem aan de zijkant kunnen zetten. Kan dat hier? Nee, hier past dat ook nooit. Oké, weet je? Laat het McDonald's logo hier maar nog eventjes zitten. Dat kan nog niet. Hier moet dit er zo eventjes mooi tussen komen. Kijk, en dan is het dakkie helemaal af. Die ramen kunnen trouwens nog een stukje doorlopen zo. Dat is wel mooi. Hoppakeetjes. Grote ramen in onze McDonald's. Hier komt al zo meteen gewoon een mokergroot terras te staan natuurlijk. Dus ik ga hier alvast eventjes wat dirt zetten zo. En hierop komen dan alle slabs voor de randjes. Oké, hoe gaan we het terras bouwen? Daar moeten we nu eerst achter komen. Oké, stone. Ik heb stone, smooth stone nodig. Dat is wat ik nodig heb. Dan kunnen we het namelijk net wat makkelijker neerzetten. In plaats van als we slabs gaan gebruiken hiervoor natuurlijk. Dus dit doen we gewoon even snel opvullen. Zo. En dan wordt het gewoon een heel mooi terrasje zo voor onze McDonald's. Even kijken, die daar. Ja, juist hem. Oh, dit is helemaal perfect. En die daar zo. Oh, en dan moeten we zo nog allemaal tafeltjes maken natuurlijk ook. Oh, dit is zo leuk. Dit is echt perfect voor het warme weer natuurlijk ook. Want dan kan je gewoon lekker buiten zitten. Hè? Wie wil nou niet weer lekker buiten zitten in dit weer? Dus dit staat sowieso al. Dan moeten we natuurlijk ook nog eventjes hier een ingang hebben. Oh ja, en we hebben natuurlijk een terugweg nodig. Hoe moet je nou weer terugrijden van de McDrive naar huis? Oké, ik denk dat we die weg hier moeten laten lopen. Kijk, dit is perfect. Ik bedoel, je moet wel een rondje kunnen rijden om de McDonald's altijd. Maar ja, je komt natuurlijk niet voor altijd in de McDonald's vast te zitten. En dat wil je denk ik niet. Dus dan gaat de weg gewoon hier weer verder. Maak je hier een mooi bochtje. Dan wordt de weg hier een stukje breder, denk ik. Ik denk dat dat wel nice is. En dan komt die hier weer samen met het weggetje daar zo. Ja, dat is perfect. Ik wil alleen wel één dingetje hebben. Ik wil namelijk even wat white concrete hebben. Dank u wel. Hier komt namelijk een klein zebra padje op deze manier. Zodat je hier gewoon lekker kan oversteken al wil je naar de McDonald's. En hier komt denk ik ook gewoon een heel groot parkeerterrein te staan op deze manier. Zodat je hier lekker je eten op kan eten. We moeten hier alleen wel even een randje omheen bouwen. Je wil natuurlijk niet dat allemaal mensen er naar beneden kunnen vallen zometeen. Kijk, dat staat tenminste allemaal mooi nu. Dus dat is top. Dan hebben we nog even slabs nodig voor hier. Die doen we namelijk mooi aan de zijkant zo. Dit wordt gewoon de rand zodat je er niet afvalt namelijk. Is ook altijd wel een beetje handig. Oh ja, de parkeerplaatsen moeten we ook nog opvullen ook natuurlijk. Oh, dit moet allemaal zo snel gebeuren. Nog drie minuten. Oké. Ik denk letterlijk dat we gewoon het randen niet kunnen afmaken hier. Dus ik ga snel de parkeerplaats afmaken. En dan gaan we snel door naar het interieur. Oh, dit moet allemaal zo snel gebeuren. Oké, wat hebben we nodig? We hebben ook planks nodig. We hebben een mooie vloer nodig. Dus die gaan we maken van
ook planks. Even kijken. Oh, ik ga hier echt doorheen racen. Dat is niet normaal. Oh, we moeten nog de achterste muur ook maken. Oh nee, paniek. Oké, dit wordt gewoon een dichte muur, denk ik maar. Ja, we kunnen niet anders. We moeten dit nu al afmaken. Oh, jeetje. Wat hebben we hier weinig tijd voor ineens. Ik had nog zoveel vette ideetjes voor deze McDonald's. Dat is niet normaal. Maar ja, nu moet hij wel dicht aan alle kanten. Oké, die daar zo. Oké, dit is helemaal perfect. Ready, nu snel de vloer erin doen. Vloer. Kom op, ik moet de vloer opmaken. Dan moet het niet fout gaan. Oh jee. Even kijken. Die daar. Daar. En daar. Daar. Oh jeetje. Dit is echt letterlijk gewoon wat je noemt een race tegen de klok. Maar dan voor mijn McDonald's. Ik ben trouwens wel echt super benieuwd naar wat Dennis zo meteen heeft gebouwd. Ik kan echt niet wachten om te zien wat hij allemaal heeft gebouwd in deze tijd. Als het mij al bijna niet lukt om dit af te maken, dan zou het hem waarschijnlijk toch helemaal niet lukken. Zou je denken. Oké, hier wil ik de keuken hebben. Dus hier komt zo meteen gewoon een hele grote balie. Die moet wel een stukje lager eigenlijk. En dan komt hier de deur naar de keuken zo. Hier komt een mooie opening. Ik wil niet dat mensen hier overheen kunnen springen natuurlijk. Dus dat doen we lekker daar. En daar doen we een blokje erop. Het is helemaal top als balie, al zeg ik het zelf. Dan doen we hier nog wel even alles dicht. Dat is denk ik net wat mooier. Alrighty, en hier moeten we dan een keuken hebben. Keukenvloer. In een keuken zie je vaak dat ze een wat meer betonnerige vloer hebben of zo. Ik wil ook lanterns hebben. We hebben natuurlijk ook licht nodig. Oh jee, het moet allemaal zo snel gebeuren hier zo. Oké. Ik heb een ideetje. Laten wij hier eventjes... We doen het even dicht zo op deze manier, maar dat heeft een reden. We gaan hier namelijk twee mensen inzetten. En deze twee mensen, die gaan voor mij werken hier in de McDonald's. Zo, alsjeblieft. Die hebben een baantje gekregen. Kijk eens naar de andere kant. Je moet naar de McDrive kijken, niet naar mij. Laten we hier ook even een lampje in. Oh, hij loopt gewoon weg. Ja, hey, dat kan ook gebeuren. Nou, dan ben jij onze nieuwe cashier. Als je dat leuk vindt, dan ga je lekker achter de kassa werken, hè. Hier wil ik ook een lampje hebben. Zo, dat is top. Hier moet even een iron door inkomen, zodat die villager niet wegloopt. Oh, precies als ik het zeg, loopt hij weg. Oh, jee. Oh, nee. Oh, hij loopt weer terug. Dankjewel. Ik had al bijna een zwaard gepakt om hem te killen. Iron door, dank u wel. Die daar. Oké, dit is helemaal top. Hier hebben we eigenlijk ook nog deuren nodig. Weet je wat? De Mac heeft geen deuren nodig. We zijn gewoon altijd open. Laten we anders glazen deuren nemen op deze manier. Dan lijkt het alsof de deuren een soort van open staan natuurlijk. Als we het gewoon zo doen. Ja, dat is perfect. Laten we er dan eentje dicht laten zo. Dan heeft het meer het effect van, nou, dit is een deur. En dan hebben we nog tafeltjes nodig. Hoe gaan we die maken? Stairs. Oké. Stoeltjes. Stoeltje daar. Fans. En een pressure plate. Oké, dit is perfect. Die daar. Nee, de tijd is voorbij. Oh my god, we hebben nog net een klein soort van beetje af kunnen maken. Maar hij is natuurlijk nog niet helemaal af. Dennis, het is zover. Oh my god. Heb jij hem af kunnen maken? Bijna. Oh, ik ook echt bijna. Ik ben wel blij ermee met hoe die eruit is gekomen. Ik zie tenminste dat het een McDonald's is, dus daar ben ik blij mee. Ja, ik ook wel. Dennis, ik wil jou eerst even welkom laten heten met mijn McDonald's. Ik doe lekker het tunneltje voor je. Of je gaat eromheen, dat kan ook. Kom maar lekker door. Oh, ik weet niet of je een autootje mee hebt, maar dit is mijn McDonald's. We hebben een mooi parkeerterreintje natuurlijk hier, waar je lekker je mooie autootje kan parkeren, al wil je eventjes binnen gaan eten. Wat trouwens natuurlijk ook... Of je bent met de boot. Ja, jij bent natuurlijk even een eentje. Hoor. Oh, ga jij hem even inparkeren? Oh my god, je parkeert er nog echt in ook. Nou ja, kijk. Hier kan je dus lekker naar binnen, zoals je kan zien. We hebben hier iemand achter de kast. Meneer de villager, kom eens... Oh, ja, sorry. Die medewerkers hier, die zitten altijd met elkaar te kletsen. Dat is niet normaal. Een beetje vervelend soms. Maar dit is de binnenkant. Betaal je ze wel genoeg? Nee. Eigenlijk, nee. Hier kan je lekker zitten, tenminste. Dus hier zit je heerlijk. Kan je lekker genieten van de uitzicht op zee daarachter. Behalve als je naar mij kijkt. Dan kijk je lekker naar mij natuurlijk. Ja. En hier kunnen wij weer de boot pakken. Even kijken. Kan ik hem zo pakken? Ja, dat kan. Stap maar in je boot, Dennis. Maar ik wil ook jouw keuken zien eigenlijk, hoor. Ja, dat is niet zo bijzonder. Oké, dan gaan we er weer vandoor. Nou ja, kom maar mee. Er is namelijk ook een McDrive. Ja, letterlijk. Oh, echt? Ja, kijk dan. Hier staat de eerste villager. Hier kan je doorgeven wat je precies wil hebben. En dan kunnen we gelijk gaan betalen. Dus jij wou kipnuggets, hè? Of wil je nog een Happy Meal? Happy Meal. Eén Happy Meal en een bakje kipnuggets voor mij. Ik neem het pakje kipnuggets, Dennis. Oké, is goed. Oké, ik ga even betalen, hoor. Zo, alsjeblieft. Oké, we kunnen nu weer doorgaan naar het volgende luikje. En dan
heeft hij voor jou het eten. Oh, ik ben het allemaal aan het oppakken. Alsjeblieft, Dennis, die is voor jou en een stukje kippetje nog erbij. Dankjewel. Wacht, ik wil geen kip. Oh, nou, dan mag ik hem hebben. Hier. Dankjewel. Alsjeblieft. En dan kunnen we hier weer doorrijden. Ja, ik had niet zoveel tijd om de randjes hier af te maken. Het spijt me. Maar hier kunnen we lekker doorrijden naar het parkeerterrein. Op deze manier rijden we weer terug naar het parkeerterrein natuurlijk. En oh, kijk uit. Ja, je moet er niet van afvallen. Dan lig je in het water. Ook al heb je een boot, ik denk niet dat je dat liever hebt. Nee, liever niet. Maar kijk, dan kunnen we hem lekker hierin parkeren. En dan kunnen we lekker in de auto opeten. Of in de boot. Ja, we rond maar in de boot dit keer. Ik ben er echt super benieuwd naar, Dennis, naar wat jij hebt gebouwd eigenlijk. Dus ik loop met je mee. Ik moet heel eerlijk toegeven, ik vind die van mij wel mooier. Maar je hebt wel een mooi straatje en zo. En een McDrive. Dat heb ik dan weer niet. Oké, okay, dus ik ben kijken. Benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Mag ik kijken? Ja, kom maar. Wow, wat? Dit is zo vet. Dit is mijn McDonald's. God. Deze is zo vet gelukt. Dat is niet normaal. Oké, okay, wacht. Mag ik eerst naar de buitenkant kijken? Ja, tuurlijk. Oké, okay, ik vind dit namelijk echt super vet gedaan. Het lijkt een soort allemaal blokjes in elkaar of zo. Wat er echt super tof uitziet. Maar oké, ik ben benieuwd naar de binnenkant, Dennis. Ik zou zeggen, kom maar naar binnen. Ik wou je eigenlijk ook nog een parkeerplaats maken, maar ik had daar geen tijd voor. Ja, dat was maar kom maar echt binnen. Weinig dit tijd. Dit is mijn McDonald's. Wow, hier heb je wat een is mooi... dit? Kan je hier bestellen? Ja, hier kan je bestellen. Dit is de dit balie. Dit is zo vet. Oh my god. En oh, je hebt de hele binnenkant hier met allemaal rode tafeltjes. Helemaal in de kleur van een McDonald's. Dit is, gele ja, en blauwe tafel. Ik ga aan deze. Ik wil aan deze. Bij het raam, bij het raam. Ja, dan heb je hier mooie verlichting natuurlijk. Oeh, dit is zo gezellig leuk. Hier. Ja, dit is een beetje de kinderhoek. Dit stukje hier. Ja, dit wordt onze hoek, Dennis. Met de blauwe en de gele tafeltjes. Die vind ik het leukste. Ja, en ik zou zeggen, kom maar mee. We hebben hier natuurlijk de details. Rood en dan hier geel. Dit is de keuken. Ja. Oh, wow. Dit is vet. Dit is gewoon de hele keuken. Ja, ik had niet zoveel tijd voor de keuken. En wat is hier? Ja, hier had ik geen tijd voor. Hier zou een McDrive komen, maar ja. Oh, er zou ook echt een McDrive komen. Ja, die zou hier komen. Nou ja, nu is het een McDrive. Wacht, Dennis, ik heb een ideetje. Al komt er nu een groot schip langs. En welke McDrive? Ja, maar in ieder geval, we hebben nu wel mooi uitzicht. Nou, dat dacht ik. Dit is de pauzeplek anders. Ja. Laat in de reacties weten welke McDonald's jij het mooiste vond. Klik op duimpje omhoog en klik op een van de twee video's die hier naast mij kunnen zien staan. Want die moet je ook echt gezien hebben. Waar wacht je op? Klik er nu één aan. Ze gaan namelijk verdwijnen in 3, 2, 1...